Hartelijk welkom bij het nieuwe seizoen van Pure Energie, Eredivisie Vrouwen, de talkshow. Ook dit seizoen praat ik hier in de studio weer met onze vaste experts en leuke gasten aan tafel over de Eredivisie Vrouwen. Eén ding is helaas wel anders. Sanne, die is er niet meer iedere week bij. Maar vandaag merk je daar misschien nog niet zoveel van. Vandaag gaan we het hebben over de zomertransfers. We gaan het hebben over het historische doelpunt van Feyenoord. Ik ga de Wie heb ik aan de lijn geven aan een oranje leeuwin. En uiteraard praten we over de speelrondes in de Eredivisie. Rivka op het veld en een andere van Dongen, namelijk Merel. Dat zijn mijn gasten. Wij gaan beginnen. Ja, hele goedemorgen dames. We zijn vandaag met z'n drieën in de studio voor de aftrap van een nieuw seizoen van deze talkshow. Gezellig dat jullie er zijn. We hebben heel veel te bespreken gelijk al en daarom ben ik ook weer blij, Rivka, dat jij er dit seizoen bij ons weer bij bent. Welkom. Zeker, ik ook. Ja. Dankjewel. Hoe is het met je? Want je had zo'n drukke zomer. Ja, nou, ik ben nog niet op vakantie geweest, dus ik zit nog vol in de voetbal- en sportmodus, dus ik zit er lekker in. Fijn dat je hier dan nog eventjes tussendoor kunt aanschuiven in ieder geval en hopelijk wel binnenkort vakantie. Ja, nog eerst Nederlands elftal. Hè? Ik heb hetzelfde schema als Meer, maar daarna mag ik dan even weg en dan moet Meer weer terug naar Atletico. Ja. Lekker, lekker. Ja, de volgende gast die won gisteren tussendoor nog even de topper in Spanje tegen Real Madrid. En afgelopen zomer hebben we haar zien schitteren ook op de Olympische Spelen in Tokio. Een andere van Dongen dan normaal. Welkom Merel van Dongen. Dankjewel. Heel blij om hier te zijn. Ja, superleuk dat je er bent. Ben je ook weer een beetje bijgekomen van alles wat er in Tokio gebeurd is? Ja, dat is nu wel een afgesloten hoofdstuk, maar dat heeft wel even geduurd. Ik kan me voorstellen, waren gekke spelen, of niet? Ja, het was heel bijzonder. Iedereen zegt, het was vet, hè? Wat moet geweldig zijn geweest. En ik dacht, ja, geweldig is niet echt het woord, maar onvergetelijk zou ik sowieso wel willen zeggen, ja. 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 Ja, normaal gesproken zit jouw zus Sanne hier naast mij aan tafel. Ja, ik hoop dat ik jullie niet toch nog af en toe door elkaar haal, want jullie lijken inderdaad toch best wel veel op elkaar. Het is schrikken, hè? Ja, het is toch even schrikken. Nou, hoewel, ik zie de verschillen echt wel. Ja, jij weet dat ook, Rivka. Redelijk uit elkaar halen. Je kunt ze wel uit elkaar halen. Maar mensen zeiden hier wel eens Merel tegen Sanne. Dan dacht ik, hé, hoe kan dat nou? Sterker nog, toen ik Merel voor het eerst ontmoette, toen ik kende Sanne voor ik Merel kende. En toen kwam ik op Merel af. Dat was op het sportgala van het NOC-NSF. En toen ging ik naar Merel toe. Ik had veel van haar gehoord, want Sanne is natuurlijk hartstikke trots op haar. Dus ik zei, oh wat leuk dat ik je eindelijk een keer ontmoet. En toen zei Merel, ja maar ik ben Merel hè, ik ben niet Sanne. Ja, echt ja, hè? Ja, ja. Ik kom ineens een random iemand gewoon naar chick toe. Naar me toe. Hey. Ik denk, want meestal is dat zo, als er iemand heel amicaal naar je toe komt, terwijl je diegene niet kent, dan is het, die denkt dat ik Sanne ben. Precies, eigenlijk. Ja. Dat je in Amsterdam loopt wel eens en zegt, hey, hoe is het? En ik dacht, oké, wie ben jij? Nee. En dan denk ik, oh, jij denkt dat ik Sanne ben. Precies. Ik was gewoon een warme persoonlijkheid, maar dat wist je toen nog niet. Precies, daar kwam ik later wel achter. Inderdaad. Dat is het. Ja. Ja, nou, ik vind het heel erg leuk dat je er bent. En wie weet, als het nou bevalt, je vindt het leuk een kleine carrière switchen met je zus doen. Ik hou het in mijn achterhoofd. Zeker. Ja. We gaan het hebben over de derde speelronde in de Eredivisie, want daar zaten toch wel wat bijzondere uitslagen bij. Heerenveen tegen VV Alkmaar eindigde in 3-0. ADO Ajax bleef 0-0. Ook PSV laat punten liggen tegen Excelsior. Daar eindigde het in 3-3. En Twente had afstand kunnen nemen van de concurrenten, maar PEC versloeg hen met 1-4. En dan hebben we de volgende stand op dit moment. FC Twente, die staat bovenaan met 6 punten, maar heeft evenveel punten als de nummer 2 PEC. PSV, Heerenveen en Ajax hebben allemaal 4 punten. VV Alkmaar staat eronder met 3 punten. Feyenoord heeft 2 punten samen met ADO Den Haag. En Excelsior, die staat onderaan met 1 punt. Voordat we het gaan hebben over deze derde speelronde, gaan we het ook even hebben over de transfers die afgelopen zomer zijn geweest. Rivka, welke vond jij nou het meest bijzonder? Het hangt er natuurlijk een beetje vanaf of je naar de Eredivisie kijkt of daarbuiten. Daarbuiten is natuurlijk met het Nederlands elftal behoorlijk wat gebeurd. Jill Roord naar Wolfsburg, en die was trouwens niet de enige. Danielle van der Donk naar Lyon is natuurlijk best wel een knaller. Maar ook in de Eredivisie vind ik best wel wat interessante dingen zijn gebeurd. Zelf vond ik Caitlin Dijkstra van Ajax naar Twente best wel een opvallende. Volgens mij heb ik vorig jaar in deze podcast nog gezegd
dat ik me zo verheugde op een middenveld met Siska Volkertsma en Caitlin Dijkstra. Nou, dat is er niet helemaal van gekomen, want Siska is weg en Caitlin speelt in de verdediging. Maar goed. Oké. Okay. Caitlin is wel gegaan. Ja. Romee Leuchter naar Ajax vind ik ook heel interessant, want ik vind haar een groot talent. En en Feyenoord heeft natuurlijk ook wel het nodige bij elkaar gesprokkeld. Dus er is best wel veel gebeurd, vind ik, in de Eredivisie. En natuurlijk ontzettend leuk dat er voor het eerst in de Eredivisie een transfersom betaald is voor Samantha van Diemen. Nou ben ik het natuurlijk niet helemaal eens om van Ajax naar Feyenoord te gaan. Maar daar hebben we het later over staan. Maar dat is natuurlijk wel fantastisch voor het vrouwenvoetbal. En zeker voor de Eredivisie dat er transfersommen, dat betaald is. Want het is een grote stap, denk ik. En in de goede richting. Ja, ze is binnenkort ook hier te gast in de talkshow. Dus wellicht kunnen we nog een beetje lospeuteren over het bedrag. Je weet natuurlijk niet of ze daar iets over gaat zeggen. Maar het is inderdaad zeker bijzonder. Merel, als we het dan toch over transfers hebben, is er voor jou nog iets leuks voorbij gekomen? Het is in Spanje vrij lastig om tijdens je contract weg te kunnen. Dus ik moet zeggen dat het vrij rustig is geweest deze zomer. En dat is eigenlijk ook heel erg fijn geweest. Dus ik zit hartstikke goed bij Atletico. En het contract loopt wel af aankomende zomer. Dus wie weet wat er dan allemaal gaat gebeuren. Maar ik heb het echt ongelooflijk naar mijn zin bij Atletico. Dus ik zit er op dit moment wel goed. Ja, en een luisteraar van ons, Sandra, die wilde heel graag van jou weten of je nog een keer open zou staan voor een terugkeer naar Nederland. Ja, als ik terug ga naar Nederland, dan Feyenoord. Ja. Ja, toch? Ja. Nee, dan dat zou natuurlijk geweldig zijn. Ik heb lang bij Ajax gespeeld en ik ben heel mijn leven al voor Ajax. En ik zou het natuurlijk fantastisch vinden om ooit bij Ajax mijn carrière af te sluiten. En Daphne weet dat ook, hoor. En als het zo zou lopen, zou ik dat echt geweldig vinden. Alleen, dat hangt niet alleen van mij af. Het hangt van meerdere dingen af. Maar dat heb ik wel in mijn achterhoofd. Ja, maar dat is nog wel een beetje ver weg. Dat is op dit moment nog ver weg, ja. Zeker. Ja, we gaan het dan hebben over de speelrondes. Rivka, kijkend naar de eerste drie speelrondes. Welke club is jou nou het meeste opgevallen? Nou, dan wil ik denk ik toch Feyenoord er wel even uitlichten. Oren dicht, Merel. Ik vind allereerst even over Feyenoord. Ik heb kippenvel gehad toen ik de social media kanalen, die volg ik trouwens. Ik heb het allemaal geliked ook. Toen ik zag hoe Valkenoord stond te springen bij de 2-2, denk ik dat het was. Daar kreeg ik ook kippenvel van. Dat was echt geweldig om te zien. Ja, ik vind ook echt, het is zo belangrijk, weet je wel, voor al die meisjes in de regio Rotterdam en ook daarbuiten. Het is gewoon een hele grote club, dus of je nou van die club houdt of niet. Het feit dat ze nu in de Eredivisie zijn, vind ik heel gaaf. Dat wisten we natuurlijk vorig jaar al. Toen zagen we de selectie een beetje rondkomen. En toen dacht ik, maar dit wordt niet een laatste plek. Dit is gewoon echt een hele interessante selectie. Er lopen hier echt goede speelsters tussen. En dan is het natuurlijk nog even afwachten. Superveel meiden daar hebben hun eredivisiedebuut nu pas gemaakt. En dat ze dan ook nog eens gelijk zo'n strijdlust laten zien. Twee keer een punt pakken. En ik vind ook wel, Feyenoord is natuurlijk echt een volksclub. En dat zie je ook gelijk. Want er zijn gewoon speelsters daarheen gegaan die salaris hebben ingeleverd. Nou, dat is al niet zoveel in de Eredivisie. En dat je dan ook nog eens geld inlevert omdat je zo graag voor Feyenoord wilt spelen. Ja, dat vind ik supermooi. En ze hebben ook een hele goede keepster. Sinta Wijma. Ja, die deed het echt goed. Ik ben heel benieuwd, want de keepsters vallen met bosjes neer op het moment in Nederland. Ja. Dus ik ben wel benieuwd. Ik denk dat voor haar ook wel een goede is. Want ze is nu toch zichtbaarder, ook voor de nieuwe bondscoach en zo. Dus ik ben wel benieuwd. Zeker. Ja, Feyenoord die heeft dus echt geschiedenis geschreven door ook het eerste doelpunt in de Eredivisie te maken tegen ADO Den Haag. Ja, en dat ging als volgt. Er wordt een voorzet gegeven van de linkerkant en die komt dan voor. En dan wordt hij eigenlijk zo hop, plof. Hij valt een beetje zo tegen de voorhoofd aan. Maar ze juichen eigenlijk alsof ze bijna de Champions League gewonnen hebben. En dat is natuurlijk ook gewoon echt heel erg bijzonder. Want dit is oprecht het allereerste doelpunt van Feyenoord in de Eredivisie. En ze kwamen gewoon een voorsprong ook tegen ADO Den Haag. Dus ze deden ze gewoon gelijk hartstikke goed. Prachtige goal ook. Echt supergoed ingekopt natuurlijk. Ja, zeker door Sofie Kobussen, die dus daadwerkelijk de geschiedenisboeken daarmee ingaat. Ja, zo'n doelpunt te maken wordt dan aan het einde even geïnterviewd. En dan denk je, die is inderdaad helemaal van, kijk eens hoe goed ik hem inkopte. Maar ze bleef echt heel bescheiden. Het mooie is, ik kan eigenlijk helemaal niet zo heel goed koppen. Dus we hebben de afgelopen week in de voorbereiding heb ik erop getraind. Omdat dat een verbeterpuntje van me was. Dus dat hij nou tijdens een wedstrijd dan in één keer zo erin gaat. Ja, super blij mee. Dus het was wel een beetje grappig dat hij dus met de kop erin ging. Omdat het dus eigenlijk helemaal niet heel goed kan.
Ja, vind ik dus heel mooi dat je dus zo bescheiden bent. Ja, toch? Ja, nee, heel mooi. Maar hoe gaaf, kijk, zij beseft het misschien nu nog niet helemaal of ze blijft bescheiden. Maar hoe gaaf dat je over 30, 40 jaar gewoon kan zeggen, ik was de allereerste ooit die voor Feyenoord 1 een doelpunt heeft gemaakt. Dat is te gek, toch? Ja, heel cool. Ik denk dat we echt nog veel plezier gaan beleven inderdaad aan Feyenoord. Merel, in hoeverre volg jij eigenlijk de Nederlandse competitie nog een beetje? Ja, best wel veel. Als het op ESPN is, dan probeer ik als het kan. Hè? Want ik heb natuurlijk zelf ook wedstrijden op zondag. Maar dan kijk ik wel. En ik kijk ook alle samenvattingen. Dus ik hou het wel bij. Maar het is natuurlijk wel vaak de hoogtepunten die ik dan zie. Of als op ESPN een wedstrijd uitgezonden wordt, dan kijk ik die wedstrijd. Maar op vrijdagavond bijvoorbeeld kan ik het niet goed zien. Omdat het is moeilijk zichtbaar soms. En ik zou willen dat alles op YouTube bijvoorbeeld in elk geval een livestream had. Dat zou leuk zijn. Dan zou ik het echt op vrijdagavond ook kijken. Ja, en af en toe deze talkshow luisteren helpt ook. Hè? Ja, want ik luister de talkshow ook veel natuurlijk. Ook zeker omdat Sanne natuurlijk hier ook vaak zat. En daar word je wel goed op de hoogte gehouden, hoor. Dus, kijk. Ja, zeker wel. Ja, absoluut. Dan nog even over VV Alkmaar. Die heeft een eerste winst van het seizoen te pakken. Nou, zul je zeggen, het seizoen is nog niet zo ver weg. Dus zo bijzonder lijkt dat niet. Maar vorig seizoen hebben ze maar 2 keer gewonnen. Dus ze zijn al op de helft van hun clubrecord eigenlijk op dit moment. Ja. Maar ze deden dat ook echt in stijl, hè? Ja, en ze zullen over dat record van vorig jaar zullen ze wel heen gaan, denk ik. Ja, ik ben wel benieuwd. Het is tot nu toe wel interessant wat ze laten zien. Het is natuurlijk een super jong elftal. Ik vind het wel heel leuk aan die club dat zij de afgelopen jaren, ondanks dat ze natuurlijk heel beperkt budget hebben, ze zitten niet als enige aan een BVO vast, hebben zij wel een heel duidelijk plan. Zij hadden echt al heel lang allemaal jeugdteams. En dat ze hebben echt een soort doel, weet je wel. Dus bijvoorbeeld Katja Snoeys heeft daar gespeeld. Nou, die is vervolgens PSV, nu Bordeaux. En dat is echt hun doel, dat ze meer Katja Snoeysen eruit gooien. En ze hebben een trainerswissel gehad. Dus ik ben wel benieuwd wat dat voor effect heeft gehad. Maar tot nu toe lijkt het wel goed te gaan. Dan ook even kijken naar ADO. Die vielen misschien in het begin een beetje tegen. Die spelen gelijk tegen Feyenoord, verliezen tegen VV Alkmaar. Maar gisteren pakten ze dan toch weer een punt tegen Ajax. Was dat de verdienste van ADO of het verlies van Ajax? Wat vonden jullie? Ja, ik weet niet. Ik bij Ajax is misschien een beetje vertrouwen is een beetje wat minder dan dat het misschien zou moeten zijn. Omdat ze natuurlijk ook verliezen van Twente. En dan komt de druk wel heel erg meteen in het begin van het seizoen al van nu moeten ze winnen van ADO Den Haag. En ik denk dat ze ook daarmee misschien een beetje spelen van ze moeten natuurlijk. Het is Ajax, ze moeten winnen. En dan verlies je van Twente en dan kan je eigenlijk geen punten laten liggen bij ADO Den Haag. En dan doen ze dat. Dus het heeft ook wel een beetje te maken met de stress van Ajax misschien. Ja, ik schrok wel een beetje, moet ik eerlijk zeggen. Omdat vorige week was ik bij Ajax Twente. En toen, Ajax maakt geen doelpunten. Dat is best een probleem als voetbalclub. Maar zeker. Toen lieten ze wel echt goed spel zien. Het was echt leuk om te zien wat Ajax deed. En dat was het niet tegen ADO. Het was gewoon echt geen goede wedstrijd. Zeker niet van de kant van Ajax. De laatste fase was wel super spannend. Maar Ajax liet geen goed voetbal zien. Bij Twente dacht ik nog wel van dat weet je wel, ze maken geen doelpunten, maar qua spel zit het wel goed. Ze waren eigenlijk bovenliggende partij. Bovendien, de kansen die ze creëerden, die moeten erin. Ja. Dus als je zo doorgaat, dan ga je op een gegeven moment die wedstrijden wel winnen. Ja. Maar dat was tegen ADO dan eigenlijk niet zo. Nee, precies ja. En daarvan denk ik wel, zij moeten nu wel echt een knop gaan omzetten. Want wat je gisteren zag, weet je wel, ook toen ze allemaal het veld afkwamen. Het was natuurlijk sowieso geen leuke dag voor ze. Want Lise Kopp haakte geblesseerd al van tevoren. Soraya Verhoeven raakte geblesseerd. Dat zag er niet heel goed uit. Zeker niet. Die heeft een geschiedenis met de knieblessures. Dus je merkte echt dat de stemming gewoon niet goed was. En dat is wel iets waarvan ik denk, ik hoop echt dat zij voor hen de knop kunnen omzetten in de komende weken. En misschien is het ook wel goed dat er nu even een break is, dat er Nederlands elftal is. En dat ze nu even 2 weken kunnen werken, ook aan mentaal weer te staan. Ja. Dan Twente, de regerend kampioen, startte supergoed. 8-0 winst op VV Alkmaar. Winnen van Ajax. En dan gisteren tegen PEC gaat het helemaal mis met 1-4. Ja, en daarvoor natuurlijk ook een Champions League. Ook dat, ja. Daar wilden we het later nog even over hebben. Maar inderdaad, was gisteren dan een soort van gevolg van die Champions League? Volgens mij vooral gewoon geen pijl op te trekken. Ja, het is echt, kijk, ik moet hier wel bij zeggen, Twente begint eigenlijk altijd slecht aan het seizoen. Dus wat dat betreft hoeven ze zich misschien niet zo zorgen te maken. Ze komen elke keer weer als een soort duveltje uit een doosje en opeens zijn ze kampioen. Ja. Maar ik ben van het voetbal nog niet zo onder de indruk. Ook tegen Ajax niet, maar toen pakte ze in ieder geval wel 3 punten. Maar dat je nu eerst 4-0 van Benfica verliest en daarna 4-1 van PEC in 1 week, dat
ja, dat is niet zo heel lekker. Voor hun misschien ook lekker dat het even 2 weken stil ligt. Ja, ja, dat is natuurlijk wel ook... De selectie is redelijk hetzelfde gebleven. Maar Lim Wilms en Siska Volkerts maar waren natuurlijk wel echt 2 sterkhouders. Daphne van Domselaar speelde ook niet gisteren. En een nieuwe coach. Ja, ze hebben natuurlijk jarenlang met Tommy Stroot gewerkt. Die waren echt super hecht ook, weet je wel. Ik kan me voorstellen dat dat wel een switch is voor al die meiden die daar al jaren voetballen rondlopen en nu opeens een heel andere gezicht zien, dat dat wel even aanpassen is. Ja. Maar goed, wat ik wel denk bij Twente, wat zij houden is, het is zo'n hecht team. Het is echt een vriendenteam en dat zie je ook echt. En dat is wel die eenheid, ook als ze verliezen. Die zie ik nog steeds meer bij Twente dan misschien wel bij Ajax of PSV. En dat blijft wel echt hun kracht. Ja, je noemt nog even PSV. Is natuurlijk ook een kampioenskandidaat. Hoe vind je dat zij het gedaan hebben tot dusver? Gisteren niet zo goed. 3-3 tegen Excelsior. Nee, toch wel verrassend. Nou, wat ik denk wel dat je bij PSV niet moet onderschatten. In de afgelopen 2 jaar is hun hele as weggegaan. Dus dit jaar Joelle Smits. En Aniek Nouwen, nou dat waren echt de 2 belangrijkste spelers by far in het team het afgelopen jaar. Maar het jaar daarvoor was Katja Snoeys weg, was Sari Jussel als mid-mid weg, zeg maar. Was Aline Zeeler als centrale verdediger en Elisa Rasola als keeper. Dus in 2 jaar is de hele as weggegaan. Ja, volgens mij heeft dat zo'n effect, weet je wel. En zij kopen natuurlijk elke keer weer nieuwe spelers. Maar ik kan me voorstellen dat het even duurt voordat het staat. Ja. Dus dat is gewoon afwachten. Gisteren even een dompertje, maar wie weet herpakken ze zich weer. Ja. Precies, het is nog vroeg. En dan is het nu weer tijd voor de pure energie. Wie heb ik aan de lijn? Hij is terug. Die telefoon. Larissa, die heeft hem teruggegeven aan ons. En het is dus weer de bedoeling dat deze telefoon door de Eredivisie die gaat zwerven. En dus het leek mij een goed idee, Merel, om deze aan jou mee te geven. Okay. Want jij gaat straks met de Oranje Leeuwinnen bij elkaar komen. Er zitten natuurlijk wat eredivisie-speelsters in. Zeker. Dus ook dit seizoen gaan we weer iedere maandag bellen met die telefoon. En dan gaan we wel weer zien wie hem opneemt. Okay. Het enige belangrijke is, het moet altijd gegeven worden aan een coach of een speelster in de eredivisie. Dus Alright. Hij mag niet mee naar Spanje. Jammer. Ik had wel een extra telefoontje of zo. Leuk op maandagochtend. Het is niet de duurste hoor. Het is niet de duurste. Want hij vliegt ook onder in die tas en zo. Dus het moet wel een beetje tegen een stootje kunnen. Jij hebt ook nog een beetje naar voetbaltas, of niet? Ja, ik heb niet durven ruiken, joh. We hebben hem ontsmet, schoongemaakt en in het doosje gestopt. Dus, wie heb ik aan de lijn? Nog niemand. Hij moet nog even opgelaten. Met wie heb ik aan de lijn? Maar kan ik van dienst zijn? Ik zou het ook leuk vinden als jij hem gewoon houdt. Dan hebben we jou elke maandag. Want dan komt hij nooit meer terug in Nederland. Nee, ik bedoel, breng me niet op ideeën, want ik doe het hoor. Ik ben benieuwd aan wie hem gaat geven straks. Dus we gaan het zien over 2 weken. Maar ik heb wel wat ideeën. Ik zei net al, we hebben heel veel te bespreken. Want niet alleen in Nederland werd er al gevoetbald, maar ook in Europa door 2 Nederlandse clubs. PSV die strandde tegen Arsenal in de Champions League. En FC Twente die strandde eigenlijk een beetje met de eindstreep in zicht afgelopen week tegen Benfica. We zouden hier eigenlijk vandaag ook over praten met Maud Roetgering, maar die is helaas ziek. Die zou hier alles over vertellen. Dus daar gaan wij het hier met z'n drieën bespreken. Want Twente, Benfica, dat was eigenlijk gewoon niet best, hè Merel? Nee, het was ontzettend zonde. Want ik heb het gekeken op RTV Oost, kon je gelukkig kijken. En ik zat echt een beetje klaar voor om te kijken of dan een Nederlandse club inderdaad in de groepsfase van de Champions League. Want het is voor het eerst dit seizoen dat de Champions League van de vrouwen ook een groepsfase heeft. Met een pool met 4 teams erin. En hoe vet was het geweest als er een Nederlandse club in die vier groepen had gezeten. Dus ja, ik zat echt klaar van. Ze hadden 1-1 gespeeld thuis en nu moesten ze dan uit die 1-1 verdedigen. Maar uitdoelpunt ook weer niet extra tellen. Dus ik dacht, nou, wie weet gaat het wel lukken. En eigenlijk ging van kwaad tot erger eigenlijk. Het was gewoon, het begon goed. En ze begonnen niet top, maar dan moeten we eventjes losspelen. Die zenuwen eruit en dan... En eigenlijk, toen viel de 1-0. Volgens mij vlak voor rust dat die viel. En toen in de tweede helft ging het eigenlijk 0-2, 0-3, 0-4 ineens. Ik denk, waar zit ik naar? Hoe kan dit nou? Het was echt ontzettend zonde. Dus ik baal wel voor het Nederlands voetbal. En ook voor die meiden. Want die hebben er echt wel heel erg zijn er wel echt ziek van, denk ik. Ja. Nou ja, zeker weten. Nou ja, en ook wel financieel natuurlijk, Rivka. Want er gaat nogal om een klap geld. Ja, nou ja, het gaat sowieso om een klap geld. Het zou om 4 ton gaan. Dat is voor een Nederlandse
vrouwenvoetbalclub is dat enorm. Ik heb wel al gehoord dat Twente kan zeg maar niet de eigen broek ophouden. Dus dat zou dan vooral gebruikt worden om tekorten op te vullen. Dus het is niet per se dat rechtstreeks naar de spelers. Of dat nee. we dan in de winterstop Viviane Miedema werd gehaald of zo. Maar goed, 4 ton is sowieso een klap. En sowieso, wat Merel net zegt, het zou zo groot zijn geweest voor het vrouwenvoetbal in Nederland. Omdat, weet je wel, ook voor die fans 6 groepswedstrijden, 3 thuis natuurlijk. Dat is natuurlijk te gek, ook voor alle fans om te kijken. Dan komt er ook weer meer aandacht voor. En ook wel denk ik voor de speelsters. Want kijk, Merel is gewend om veel wedstrijden te spelen, veel te reizen. Maar in de Eredivisie is dat natuurlijk veel minder normaal. Het is best wel een luxe. Je hoeft eigenlijk bijna nooit te overnachten. Nee. Je kan op de wedstrijddag zelf gaan rijden. Nou, vanuit Enschede misschien iets minder. Ja, maar ja. Maar nu moet je dan gewoon tot met de winterstop bijna elke week 2 wedstrijden spelen, vliegen. En dat is natuurlijk ook als voetballer superbelangrijk. Ja? Dat je gewend raakt aan dat ritme en... En het zijn wedstrijden op topniveau. Het is gewoon goed voor Twente om 3-6 wedstrijden per jaar tegen clubs te spelen die echt heel uitdagend zijn natuurlijk. Dus, en leuk om naar te kijken. Ja, ja, het is echt jammer. Het is echt heel jammer. En dat is natuurlijk ook wel het fijne van die nieuwe opzet. Dat tot nu toe was het natuurlijk toch een beetje zo, als Nederlandse club haalde je de Champions League. Jee, nou dan werd je geloot tegen Olympique Lyon in de eerste ronde. Nou, 2 wedstrijden weer. Klaar. Ja, 2 wedstrijden en je was weer klaar. En dat is wel te gek aan deze fase. Dus hopelijk volgend jaar. Ja, want eigenlijk ben je dus als Nederlandse club sowieso, je bent in begin september ben je eigenlijk klaar in Europa. Je hebt alleen de competitie en de beker en dat is het. Is dat dan nog voor het niveau van de Eredivisie eigenlijk dat aantast? Nou, ik denk op de korte termijn dat het niet per se een negatief effect heeft. Omdat je ook wel zag de afgelopen jaren dat reizen, dan was heel vaak een voorronde ergens. En dan zo'n play-off of zo'n eerste ronde. En je zag dat eigenlijk de afgelopen 2-3 jaar de club die Champions League voetbal speelde heel slecht aan het seizoen begon. Omdat dat gewoon echt zwaar begon, zwaar viel. Dus ik denk dat het voor het niveau nu niet per se negatief is. Want die Twente-speelsters zijn wel een stuk fitter over een maand dan als ze elke keer heen en weer zouden moeten reizen. Ja. Maar wat we net zeiden, het algemene niveau voor de langere termijn, dat is wel zonde. Daarvoor heb je het wel nodig. Ja. Ja, en wat ik vind over de Champions League, een nieuwe opzet. Het is leuk dat er groepen zijn, maar eigenlijk zouden er 6 groepen moeten zijn in plaats van 4, in mijn opinie. Want nu heb je in de voorronde heb je bijvoorbeeld Man City Real Madrid gehad. En 1 van de 2 gingen door naar het eindtoernooi. Maar ze zijn allebei goed genoeg om door te gaan naar het eindtoernooi. Ja. Hetzelfde geldt voor, Wolfsburg speelde tegen Bordeaux bijvoorbeeld. Ook die 2 ploegen zijn eigenlijk te goed om in september al uit te vechten wie de groepsfase gaat spelen. Die wil je eigenlijk wel zien. Eigenlijk wil je die al zien. Dus er zijn nu, natuurlijk, er moeten een paar teams afvallen. Bijvoorbeeld Servet zit er nu in. Of Glasgow of zo. Ik snap best dat er een soort van voorselectie moet zijn. Maar ik denk dat als je nog 2 groepen erbij doet, 8 teams erbij doet, waardoor Twente of bijvoorbeeld PSV of wellicht een Ajax volgend jaar, dat die in de groepsfase met 6 groepen zouden kunnen komen. Daar is vrouwenvoetbal in Europa echt goed genoeg voor. Dus nu heb je al enorme krakers. Terwijl je pas 3 weken of 4 weken eigenlijk goed in pre-season bent, heb je in augustus al ineens een kraker voor 4 ton. Ja. Ja. Snap je? Het zou leuker zijn, denk ik, om in september, augustus, september dan de wat kleinere clubs te laten vechten voor een laatste plek in die Champions League groepen. Maar dat je de echte krakers pas hebt in oktober, november. Ja. En daar zijn er genoeg goede teams voor. Het is super zonde dat Bordeaux geen Champions League speelt. Ja. Het is super zonde dat Twente geen Champions League speelt. Het is super zonde dat Man City is uitgeschakeld door Real Madrid. Ik wilde net zeggen, een club als buiten inderdaad, dat het voor ons zonde is dat Twente er niet in zit. Maar en Bordeaux ook, omdat er ook een Nederlands tintje in zit. Maar inderdaad, dat je een Manchester City niet in de groepsfase ziet. Ja. Als je kijkt naar hun selectie, dat is echt zonde. Die wil je echt elke week zien spelen. Ja. Ja. Hoe wordt er eigenlijk in het buitenland aangekeken tegen onze Eredivisie, Merel? Het is nog niet heel... Er zijn weinig transfers van buitenlanders naar Nederland toe. En daardoor merk je dat als mensen een transfer willen maken naar het buitenland, wordt toch al heel snel dat ze naar de Women's Super League, de WSL in Engeland willen. Ja. En dat ze, in Frankrijk heb je 2 topclubs. Dus in Duitsland is natuurlijk topvoetbal. En je merkt gewoon omdat... Er zou eigenlijk wat meer transfers naar Nederlandse clubs gemaakt moeten worden. En dan gaat het lopen. Dus op een gegeven moment is er dan een Spaanse speelster die naar Nederland gaat. En dan ineens is het, ik kan ook naar Ajax. Of er gaan bij PSV bijvoorbeeld veel speelsters naartoe. Dus PSV is ook wel heel erg bekend onder de buitenlanders, zeg maar.
Dus ja, ik hoop dat het gaat groeien. Het zou natuurlijk mooi zijn als ook Nederland heel aantrekkelijk wordt voor speelsters uit andere competities. Ja, en zo'n andere opzet zou daar wellicht bij kunnen helpen. Ja. Want dan zie je ook een PSV of een Ajax of een Twente in Europa. En je wil als je als speler bijvoorbeeld in de middenmoot... Stel je voor, je speelt als speler in de middenmoot in Spanje. Maar je kunt naar de top van Nederland en Champions League spelen. Ja, dan ga je wel naar Champions League voetbal en dan ga je naar Nederland toe. Dus het zou zo mooi zijn als dus die groepen worden... Of dat Twente of PSV of Ajax of ADO wellicht Feyenoord in de toekomst... Champions League gaat spelen. Want dan kom je inderdaad veel meer in het beeld van alle andere topclubs. Dan heb je eens een keer tegen ze gespeeld. Denk je, oh, dat is eigenlijk supergoed. Ja. En dan gaan ook goede buitenlanders die liever de top in Nederland spelen... dan in de middenmoot of onderin in andere competities... die willen dan eigenlijk heel graag naar Nederland toe. Ja. Dat zou ik wel heel leuk vinden. Ja, hopelijk in de toekomst dat wat meer gaat gebeuren. Ja. Dat wachten we maar af. Dan gaan we verder met een nieuwe rubriek, de ING Leukste Club Award. Want nog steeds groeit het aantal dames en meiden dat in competitieverband bij een voetbalclub speelt in Nederland ontzettend hard. En daarom gaan wij met de talkshow op zoek naar de allerleukste club van Nederland. Elke week mag iemand een club nomineren. En deze week doet onze vriend van de show Frank Wielaert een duit in het zakje. Hallo, ik ben Frank Wielaert, hoofdtrainer van het meiden- en vrouwenvoetbal bij Sportclub Lochem. En wij zijn de leukste club van Nederland omdat we 10 jaar geleden nog helemaal geen meidenvoetbal hadden bijna bij het Sportclub Lochem. En inmiddels in de junioren in alle leeftijdscategorieën een meidenteam hebben. En dit jaar voor het eerst een vrouwen 1 helemaal opgeleid vanuit de eigen club hebben kunnen inschrijven. En daar zijn we hartstikke trots op. Verder hebben we in mei voor het eerst zijn we begonnen met geld inzamelen voor een nieuw veld. En in augustus ligt dat er al helemaal speelklaar in. Zo'n club zijn wij dus. En we doen ook nog voor alle spelers en alle trainers een nieuw tenue en een nieuw trainingspak voordat de competitie begint. Dat is een club zoals wij zijn. We doen het met elkaar, voor elkaar en iedereen hoort erbij. Daarom zijn wij de leukste club van Nederland. Je zou bijna gelijk inschrijven. Ja, als hij het zo vertelt. Het is klaar. We hebben hem al. Ja, Frank is mijn collega natuurlijk. Ja. En ik weet ook hoe gepassioneerd hij is over het coachen. En hoe serieus hij het neemt. En ook om die vrouwentak echt op te zetten. En ook groter te maken. Dus ik ben het helemaal met hem eens. Ja, dankjewel Frank. En wil jij nou dat jouw club genomineerd wordt voor de allerleukste club? Stuur dan een filmpje van maximaal 1 minuut naar talkshow@knvb.nl. Ja, en wie weet wordt jouw club dan wel uiteindelijk aan het einde van het seizoen de leukste club. Dan gaan we naar Merel, want we zeiden het net al, hè, zus van Sanne van Dongen. Maar een groot verschil tussen jou en Sanne is toch jouw voetbaltalent. Want jij hebt toch 53 interlands op je naam staan, daarin ook gescoord. Ik heb het nu toch al gezegd, dus Sanne is goed in basketbal, toch? Klopt. Ja, daarom. Jij kunt goed voetballen en je speelt bij Atletico Madrid, hebben we net ook al aangestipt. Gisteren dus gewonnen van Real. Lekker wedstrijdje. Ja, het was echt heerlijk. Het was... De tweede wedstrijd in de competitie en dan meteen uit bij Real Madrid hebben we 0-2 gewonnen. De tribune zat lekker vol voor Madrid-fans en wij winnen. Dus ja, het is echt heel, heel erg een fijne overwinning. Ja, je zei net al, je hebt het ontzettend naar je zin daar in Madrid. En je spreekt ook gewoon lekkere woordjes Spaans. Even luisteren. Oh. No, porque hemos tenemos otra victoria, que para el Atleti es lo más importante, sacar 3 puntos cada semana. Así que buenas sensaciones, hemos jugado fases muy buenas y fases un poquito, nos cuesta un poco tener balón, pero al final estamos contenta. Ik heb geen idee wat je zojuist allemaal vertelt, hè? Maar ja, dat gaat je wel goed af. Ja, ik heb natuurlijk een Spaanse vriendin al bijna 5 jaar. Dus ik moet zeggen dat als je een taal wil leren, neem een vriend of vriendin in die taal. Tip van de dag. En dan gaat het vrij hard. Ja. En ik woon natuurlijk nu al 3 jaar in Spanje. Dus het gaat goed. Ik ben blij dat ik een beetje me verstaanbaar kan maken. Want het is toch wel fijn om te kunnen communiceren in het land waar je woont, hoor. Ja, anders blijft het bij ik wil een brood en dat is het. Dan kom je niet ver. Een pan. Ja. Dat wist ik al. Dankjewel, Merel. Dankjewel. Ja, we hebben het in de talkshow natuurlijk over de Eredivisie. Maar als we kijken naar de Spaanse competitie met FC Barcelona, die vorig jaar ook de Champions League heeft gewonnen. Dat is gewoon echt wel de top of the bill. Zou jij kunnen zeggen dat de Spaanse vrouwencompetitie de beste van Europa is? Nou, ik ben altijd heel voorzichtig met dat soort uitspraken. Want eigenlijk is het nooit te vergelijken. Ik ben zo benieuwd bijvoorbeeld als... stel Barcelona zou het hele jaar in de WSL spelen. Zouden ze kampioen worden? Weet je wel? Hoe zouden wij het doen in... weet ik het. Het is...
Het is anders. Het is eigenlijk niet te zeggen dat wij de beste competitie in Europa hebben. Net als dat er eigenlijk over geen enkele competitie misschien wel te zeggen. Per se te zeggen is dat ze duidelijk de beste competitie in Europa hebben. Maar dat wij teams in de competitie hebben die ontzettend goed technisch en veldvoetbal hebben. Ja, daar is Spanje wel goed in, ja. Ja, en je zit ook niet voor niets bij het Nederlands elftal. Jullie gaan je zo meteen hier in Zeist weer melden met de groep. Ja. Bij Mark Parsons, de nieuwe bondscoach. Wat zijn jouw verwachtingen daarvan? Ja, ik ben wel heel erg benieuwd en ik heb er ook heel erg veel zin in. Het is een beetje ja, de beginning of a new era, zo voelt het een beetje. En Sarina is natuurlijk een lange tijd hier geweest. Eerst als assistent en toen als bondscoach. En nu gaan we echt iets nieuws beginnen. Iemand die ook echt niks met de KNVB heeft, zeg maar. Normaal hebben we vaak coaches gehad die zijn opgeleid door de KNVB. En nu krijgen we echt iemand anders. Dus ik kijk er ontzettend naar uit. En ik ben heel erg benieuwd hoe het zal zijn. Maar we hebben hem al een keer gesproken op FaceTime. Of tenminste Skype of Zoom gesprek was het. Hij was op een scherm. Op een Hij scherm, was erbij. Zoals jullie allemaal in coronatijd al weten. In elk geval. Dat was al wat mij betreft heel inspirerend. En hij gaat dingen wel echt anders doen dan Sarina, denk ik. En Dus ik ben heel benieuwd en ik hoop natuurlijk dat er iets heel moois aan gaat komen. En dat we doorgaan waar we eigenlijk mee bezig zijn. Want volgens mij zitten we op de goede weg met het Nederlands elftal. Ja. We zeggen ook wel vaak dat de Eredivisie een soort van de kraamkamer is van een heel groot talent. Daar weet je alles van, Rivka. Je houdt de lijstjes altijd goed bij. Een nieuweling vandaag bij Oranje, Caitlin Dijkstra. Dat is toch wel heel mooi voor haar. Ja, ja, nee, zeker. En er waren een paar blessures in zeg maar de vaste selectie. Mark Parsons heeft ook wel gezegd van tevoren, ik ga nu nog niet te veel veranderen, want korte tijd, eerste periode, iedereen zien. En dat hij in de maanden hierna wel wat meer verandering wil doorvoeren. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. En Caitlin zat er al heel dichtbij. Heeft al vaak meegetraind in een soort van, dat weet Merel ook goed, er was een soort extra groepje tijdens corona voor het geval er iemand weg zou vallen die dan last minute nog ingevlogen kon worden. Dus hij zat er al dicht tegenaan. En ik vind het ook dik verdiend, want ze doet het goed. Ze deed het ook al goed bij Ajax. Ze is multi-inzetbaar, dus ja. Ik ben heel benieuwd. Ja, en Merel, kun je dan aan ons vertellen, hoe gaat dat dan als je voor het eerst bij het Nederlands elftal zit? Wat is je ontgroening? Ja, je moet sowieso zingen. Ah. Ik weet niet of Caitlin er debuut gaat maken. Maar als ze dat gaat doen, Caitlin, dan moet je alvast even voorbereiden. Maar ik zal zo wel tegen haar zeggen, want ik zie erover grofweg een uur. Dat ze eventjes een liedje moet voorbereiden. Ja. Dus, en vrij a cappella. En we zingen ook zeker niet mee. Nee. Tot zeker de eerste 30 seconden blijven we allemaal stil. Hoe graag we ook Siska de Rad mee zouden willen zingen of Guus Meeuwis. Wat heb jij gezongen destijds? Ja, destijds was dat nog niet zo. Oh. Nee, dat is heel jammer, want ik zing heel graag. Dus ik had het graag gedaan. Ah, maar, zet jij dan even voor haar in. Ja, dan kan, ik moet eerst kan zeggen je dat ik al die... Ik heb het ingehaald, hoor. In al die, al die jaren. Want ik zing genoeg. Al die feestjes. Ja, hoor. Vaak je stem kwijt. Dus ook dat. Vandaag ook gelukkig dat. Niet. Zeker, zeker. Ja, we gaan nu richting het einde van de eerste aflevering van deze talkshow. We zijn er dus vanaf nu na elke speelronde in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen. En dus zijn we er over 2 weken weer. We willen natuurlijk zoveel mogelijk mensen bereiken. En daarom vragen we je om een recensie achter te laten als je deze aflevering luistert via Apple Podcast. Als je kijkt via YouTube of je volgt ons via het Instagram-account @pureenergie_eredivisievrouwen. Laat dan vooral even een comment achter. Je kon overigens dit gesigneerde shirt winnen van Renate. Ik hou hem even in de lucht. Als je ons liet weten wie je wilde dat er te gast zou zijn. Nou, de winnaar is geworden Britt Langendonk. En zij wilde dat jij langs zou komen, Merel. Dus dat is gelukt. Dubbele winnaar. Dubbele winnaar. Ja. Britt, gefeliciteerd met het shirt. Deze komt zo snel mogelijk jouw kant op. Over 2 weken, Merel, dan ga jij iets weggeven, toch? Voor de leukste comment op Instagram. Ja, ik zag shirt liggen. Ik denk, nou, weet je hoe leuk zou het zijn om aan de luisteraars of aan de aankomende luisteraars een extra setje motivatie te geven en ook een shirtje weg te geven. Dus ik weet niet hoe jullie dat willen weggeven, maar ik stel bij deze een shirtje beschikbaar. Nou, dat vinden we superleuk. Ja, we gaan hem gewoon lekker weggeven aan iemand die het allerleukste commentaar levert op ons Instagram-account. Dus wees lekker creatief, zet eronder wat je van onze talkshow vindt en de leukste kiezen wij uit. En die wint dus een denkgesigneerd shirt van Merel. Dat komt en je wint extra punten natuurlijk als je de hele talkshow ook luistert. En dan de code 1, 2, 3, 4
erbij zet. En dan zegt hoe leuk of wat je van deze podcast vond. Nou, kijk. Je mag vaker langskomen, Merel. Sanne, die hebben we niet meer nodig. We hebben gewoon Merel nu. Nee, superleuk dat je dat wil doen, Merel. Dus ja, over 2 weken maken we de winnaar bekend. En dan sluiten we dit seizoen af. En dan gaan deze aflevering natuurlijk af. Het seizoen is nog hartstikke lang. En we gaan bepalen welke speelster de beste speelster van het seizoen gaat worden. Dan gaan we even stemmen hier aan tafel. En dat doen we binnen 1 minuut. Dus Rivka, begin. Wie was de beste van deze speelronde? Ja, nou, ik wilde er toch wel graag iemand uitpikken van een van de 3 clubs die het knap heeft gedaan tegen de top 3. Dus ik ga dan voor ADO, want bij die wedstrijd was ik. Liz Rijsbergen viel vorig seizoen al heel vaak op. Is echt een super getalenteerde buiten. En ik denk dat ze gisteren een hele goede wedstrijd heeft gespeeld. Dus Liz Rijsbergen dan. Eén stem voor Rijsbergen, Merel. Ja, ik vond het toch wel heel mooi om te zien dat in de 90ste minuut Excelsior een punt pakt tegen PSV. Dus Nicky Ridder zou ik dan willen zeggen. Kijk, 2 punten weggegeven. Over 2 weken dan stemmen we weer. En dan zijn we er ook weer. Frank Wielaert en Lucienne Rijgaard zijn onder andere mijn gasten. Fijn dat je erbij was en heel graag tot dan.